Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft vanmorgen de Roundtable Meeting voor Export naar Nederland geopend. Onlangs heeft de bewindsman tijdens een werkbezoek aan Nederland gesprekken gevoerd met Nederlandse importeurs van Surinaamse producten. De bewindsman zegt dat de importeurs de knelpunten met betrekking tot de export van Surinaamse producten naar Nederland op tafel hebben gelegd. Tijdens deze roundtable zullen afspraken gemaakt worden om deze knelpunten weg te werken, zegt Welzijn. Ik doe van deze plaats op u een beroep om het niet te laten bij de discussie vandaag. Laat het niet bij het opsommen van de problemen en het op- en aangeven hoeveel tegenwerking de een bij de ander ondervindt. Het zal ons niet vooruitbrengen. Laten we vandaag proberen om die stap te maken. Bij elkaar te komen, met elkaar in overleg gaan, samenwerken, niet met de mond, maar in daden. Wij moeten stoppen met praten, ik wil bijna zeggen kletsen, dat mag niet, maar gaan werken. Minister Ferdinand Welzijn die de roundtable opende. Volgens Ibu Jones, diplomaat op de Surinaamse ambassade in Den Haag, is het ministerie van Buitenlandse Zaken ook nagegaan wat de problemen zijn met betrekking tot de export van Surinaamse producten. Jones vertelt wat deze meeting anders maakt dan alle andere die zijn geweest in het verleden. Wat het anders maakt is dat zelfs de importeurs vanuit Nederland hier naartoe zijn gekomen, speciaal hiervoor. Dat geeft aan dat die vraag er is. Dat geeft aan dat zij zelf hebben ingezien van... Er is potentie, ze kunnen meer afzetten. Maar om meer af te zetten moet jouw product wel kunnen voldoen aan die minimale standaarden. Aan de ene kant, maar aan de andere kant moet het ook concurrerend zijn. En dat heeft weer te maken met hoeveel kost het jou om een kilo in Nederland te krijgen, op de Nederlandse markt. Dus dat maakt het anders. Zij weten en geloven dat er meer afzet is. En daarom zijn ze hier om naar de mogelijkheden samen met ons te kijken wat kunnen we daaraan doen. En dit is iets wat precies past in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat heb ik het eerder al gezegd. Vanuit je economische diplomatie aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook vanuit je diaspora beleid. Want de mensen die hier zijn, zijn juist de mensen, zijn onze mensen in diaspora daar. Die hebben een onderneming hebben en die ervoor zorgen dat onze Surinaamse producten daar op de markt komen. Ibu Jones, diplomaat op de Surinaamse ambassade in Den Haag. Hij sprak vanmorgen tijdens de opening van de Roundtable Meeting voor Export naar Nederland. De opening is gehouden in het Bastion te Nieuw-Amsterdam.